Zo, doe even het hek dicht. Even kuis stappen weer in het autootje en open even de vlog. Hey, hallo en welkom iedereen van mijn kanaal. Vandaag heb ik zeg maar een nieuwe boerderij gekocht. En hij was best duur. En hij was ook niet heel mooi, maar ik had ook niet heel veel geld. Dus ik had ook dit autootje nog. Er staan heel veel auto's. Of er staan heel veel uurtjes wel op. Maar ja, we zijn nu net aangekomen, dus in principe kunnen we nog een beetje gaan rijden. Volgens mij moeten we dit pad hier vanaf hier nog afmaken tot en met daar. Of tot en met het einde. En dan zijn we volgens mij bij de boerderij. Dus dan rijden we daar maar even heen. Even kijken of ik de radio van deze auto aan kan doen. Ja. Nou, ik zie een best goede muziek hoor. Oh. Ja, ik moet ook nog een beetje gaan leren rijden. Ik kan het nog niet heel erg goed, maar ik heb mijn rijbewijs wel hoor. Maar... Oh. Ik mag mijn trekker rijbewijs. Ik mag in... Kijk, ik denk dat dit de boerderij is. Jongens, ik heb geen idee hoe het allemaal heet. Dus ik ga nu even iets proberen uit. Dit is volgens mij een balen silo. Daar aan de ene kant en aan de andere kant balen. Het is aangekleed met een beetje rotsen. En dit is ons veld. Wat staat erop? Verdroogde aardappel. Oké. Dat is niet mooi. We rijden even hierheen. We hebben een watertoren. We hebben een of ander huisje. Wat kan ik in dit huisje? Om dingen verkopen en dingen aanpassen of zoiets. We hebben hier nog een silo. Dit. Hier ook. En dit is de trekker. Kijk hoor, we hebben een... Oh, een... Ik ga er net langs. Een Steyr 8150 Turbo. Ja, ze zeiden ook, of de meneer van de advertentie, waarvan ik ook deze boerderij heb gekocht, zei ook, alle machines en alles hebben best wel veel uren. Dus dat is wel een beetje een, iets niet zo leuks. Maar verder moet het in principe wel kunnen. Want jullie denken, waarom hoest jij zoveel? Ja, ik ben een beetje van. Maar het moet kunnen. De motor uit. Zo, stappen we ook. Ja, klein beetje vies dit. Maar dit is mijn wc. Doei, ik ga er niet meer naar kijken. Het is niet eens... Ja, het is gewoon heel vies. Maar in dit huis lagen we de sleutels van de trekker en de combine en alles in principe. En van dat schuurtje daarachter. Ik wil even kijken. Dat klinkt wel lekker. Kijken. Oeh, mijn woonkamer ziet er niet goed uit. Gore bank. Opa, die heeft mijn doekjes gehangen. Een heel ouderwets tv'tje, maar prima. Er is letterlijk een koopplaat of een koopding van die koopplaat af. Oh my gosh. En hier de oven ziet er misschien wel goed uit. Kassies. Die wasmachine ga ik niet gebruiken. Dit, een spelcomputer. Oké. Een goor bad. En ja, dit is dus mijn bed. Nou, ik moet het een beetje schoongemaakt, maar verder gaat het. Er was ook een klein zoldertje en daar had hij nog een paar spullen voor me achtergelaten. Wat ik misschien wel kon gebruiken. Nou, ik heb geen idee wat er allemaal in zit. En daar ga ik nu ook niet naar kijken, want ik ben nu nieuwsgierig naar de trekkers. En ik zal hier al een grote sleutelbos leggen. Zo. Ja, neem ik die van mij. Ik doe weer dicht. Wat gaan we eerst doen? Het schuurtje, de trekker of de combine.
Het schuurtje. Ik ben helemaal niet dat daar in zit. Misschien staat er wel een extra trekkertje of zo. Dus ik heb geen idee. Kijk hoor. Zo, deurtje open. Ziet er in principe best wel goed uit. Allemaal spullen. Een tank. Ik heb geen idee wat voor tank het is. En ja, ja hoor, hier kan ik klussen en zo. En dingen verkopen. Oké, okay, dan doe ik dicht en slot. Dan wil ik nu de trekker zien. En ik zie hem al maar van binnen. Zo goor! Oeh, hij is goor, het is goor, het is goor. Eens kijken hoor. Nou, in principe prima trekkertje, alleen is hij een beetje viezig. En ik kijk nu naar de uren. Er staat 17.500 nog iets op. Ik heb er geen verstand van hoor, maar dat is voor mij best wel veel. Kijk of ik kan starten. Kijk hoor. Alles werkt wel. Oké. Okay. Er ook een zwaailamp op. Ja, er zit een zwaailamp op. Oké. Okay. Doen de lampen het. De lampen doen het ook. Oké, okay, dan prima trekkertje denk ik. Ik ga een stukje rijden. Ik zet hem al weer uit en ik stap alweer uit. Maar hoe rijdt hij? Moet je natuurlijk ook even weten. Ik zie nog wel een prima trekkertje. Alleen is dat veld dan natuurlijk niet zo fris, maar hey. Hij was ook, nou ja, niet heel erg duur. Maar ik heb nog 8000 euro over. Het is niet veel, maar in principe prima om nog van te leven. Hoop ik en denk ik. Ik zet hem even hier. Eens kijken hoe de combine is. Is ook niet heel fris, maar moet kunnen. Kom nog een best nieuwe combine. Nou ja, een nieuw model, maar er staat best wel veel uur op. Kijk of hij doet. Oké, okay, die meneer die het heeft verkocht, die heette volgens mij Peter Boetser of zoiets, dacht ik. Die heeft me dus niet in de steek gelaten met deze spullen. Dus even kijken of hij ook een beetje rijdt. Maar hij rijdt in principe wel. En ook prima ook. Klein beetje meer doen. Zo, prima. In principe is het prima combantje. Gaat in principe wel hoe de combiner ervoor staat en alles. Dus dat moet dan in principe wel goed kopen, denk ik. Dan moet ik even kijken bij de silo hoor. Heel misschien zit er wat in. Nee, de silo is leeg, zegt hij. Dat is, ja, minder. En die watertank, zit daar wat in? Kijk, ja. Kijk, ik zet hem nu open, kan ik hem nu omzetten? Oké. Okay. Nou, nee. Staat die nu open? Dat ik, water nodig heb of zo, dan kan ik weer daar aan. En dat basisvuurtje. Er staan in ieder geval geen baan. Maar in principe, prima schuurtje toch? En dan zei hij ook dat er achter mijn huis heel veel bomen waren. Even kijken, ja, dat zie ik. En dat daarachter ook nog een heel stuk was.
En die had me een link doorgestuurd van een app. Waarop ik dan alles over de dingen, of over de, ja, dit dorp ding te weten zou krijgen. Even kijken hoor, op mijn telefoon zal ik hem even bijpakken. Ja, kijk, dat is deze ding. Dan kan ik op mijn telefoon kijken hoor. Kijk, wij bezitten dus heel veld 26. Of stuk 26. Wij zijn nu hier. En hier is zeg maar ons huis. Dus dan hebben we dit hierachter alle, ook allemaal nog. Dus dat is in principe wel chill. Even kijken, waarom kan ik mijn telefoon misschien even naast nemen? Ja. Oké, kunnen we wel even kijken. Hier is een klein paadje. Dat kan ik in principe nog vergroten. Daar kan ik mensen voor inhuren. Daar heb ik nu niet echt het geld voor. Maar dat geld wil ik natuurlijk wel gaan regelen. Op deze boerderij! Kunnen we bijvoorbeeld hier zo of iets nog een veldje maken? Of hier al achter nog een veld maken? Ik heb werkelijk waar geen idee. Maar het veld dat wij hebben is voor mij ook het enigste veld wat er in de hele map is. Als ik even ga kijken hoor. Ja, kijk, dat bruine vierkantje, dat is ons veld. En hier is de winkel en alles. En de verkooppunten. De verkooppunten. En in principe kan ik hier wel een prima leventje gaan starten. Denk ik. Het is nu nog lang niet nodig hoor. Maar al zou ik een nieuw veldje willen. Dan neem ik als voorbeeld nu eventjes 27. Dan kost dat 85.000 euro. Nee, oké, dat hebben we nog lang niet. Maar kan in de toekomst. Oh, sorry. Of trouwens, dat doet gewoon pijn. Ik loop tegen een steen aan. Zeg ik wel sorry. Maar die steen moet sorry zeggen. Hij doet mij pijn. Dan denk ik. Ik heb een zwembroek ook meegenomen. Ik heb heel veel koffers in de auto liggen. Nou ja, die had ik in de auto liggen. En die heb ik nou allemaal binnen neergezet. Maar ik had er nog één in liggen. Dus dan... Zo, pak ik die eventjes. Ik zeg die ook eventjes hier neer. Jongens, ik ga mezelf eventjes omkleden. Zo, ik ben klaar. Kijk, oh, de telefoon kwam alweer uit. Maar de trekker ziet er in principe wel goed uit. Want het is in principe best warm. Nu. Het is augustus. Even kijken hoor. Ik heb ook een weer-app. Zo, app hier. Het is 29 graden, dus het is best warm. Maar hij zei dat hij in de zomers en met warme dagen ook gewoon lekker in deze plas heb. Of in deze rivierplas. Ik heb gezwommen, dus dat gaan we ook wel even doen. In principe is het een lekker watertje. Het is niet al te koud, niet al te warm, gewoon lekker. Zo, ik wou even af, of ben ik wel even afgekoeld. Oké. En dan dit schuurtje hebben we. En verderop nog van alles. Dan denk ik dat ik voor nu de video even ga afsluiten. En ja. Eigenlijk maar eventjes. Een beetje alles gaan uitvinden en zo. En dan horen jullie in de volgende video wel hoe en wat. Dus dan. Wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Klik eventjes. Op de abonneerknop. En like deze video. En dan zie ik je graag terug bij de volgende video. Jongens, de groeten!